Oké, dus hier zijn we dan in Rail Racing 3. Dit is waarschijnlijk de eerste video die jullie zien van deze game, want ik heb al een paar afleveringen opgenomen. Alleen kwam ik achter dat ik het gamegeluid per ongeluk veel te hard had, ondanks dat ik het gewoon in mijn telefoon uit had staan. Maar deze keer heb ik dus in instellingen heb ik het gamegeluid op 1% gezet. Dus hopelijk dat dat deze keer niet het geval zal zijn. Aangezien het is wel redelijk frustrerend dat ik gewoon... Nou, een half uur tegen mijn telefoon op zitten lullen, terwijl je gewoon niks hoort, dat je alleen maar die gamegeluiden en de motoren van de auto hoort. Maar in ieder geval, het leek me wel leuk om hier een serie van te doen, aangezien iOS 11 nu de nieuwe schermopnamefunctie heeft voor iPhone. Dus leek me wel leuk om video's te maken van mobiele games, zoals Rail Racing 3. En ik zal waarschijnlijk ook nog wel games zoals GT Racing 2, Asphalt 8... dat soort dingen zal ik ook nog wel gaan opnemen. Dus laat me weten als je dat wil zien. Als je meer van dit soort video's wilt zien. Dus ik dacht laten we gewoon een career mode gaan doen in Rail Racing 3. De race school die hebben we al voltooid. Dus die kan ik niet meer doen. Ook al zou ik willen, dat kan ik niet meer. Ja, ik kan het niet meer aanklikken. Dus we hebben de Pure Stock Challenge en de Road Car National. Laat ik gewoon beginnen bij de... Pure Stock Challenge, om gewoon te beginnen bij het begin. Zoals je ziet, deze races heb ik al allemaal gedaan en allemaal voltooid met een eerste plaats. Maar ik dacht van, het is misschien wel leuk om gewoon, ja, zoals ik net al zei, te beginnen bij het begin met de Suzuka Cup. En ik heb al deze drie auto's. Deze is op dit moment in reparatie, want die was echt helemaal kapot. Dus laat ik gewoon de Ford Focus RS nemen, aangezien dit was mijn eerste auto in deze game. Of in ieder geval in deze save game. Ik heb deze game echt al jaren geleden, toen ik nog op de basisschool zat, al gespeeld. Maar sinds ik het op mijn telefoon heb, zeg maar, was dat mijn eerste auto. Dus voor deze video zal ik gewoon alleen deze race doen. En dan als jullie het leuk vinden en meer willen zien, dan zal ik dat zeker doen. Want ik vind het ook best wel leuk om op te nemen. En het is ook niet zoveel werk. Helaas kan ik niet editen in deze video's, op de een of andere manier. Als ik het in iMovie of Cute Cut of wat dan ook open, dan valt het geluid weg. Dus dan hoor je mijn stem niet meer. Op de een of andere manier hoor je het gamegeluid nog wel, maar alleen maar mijn commentaar niet meer. En dan kan ik het niet uploaden via de YouTube app, want dan wordt het beeld helemaal scheef op de een of andere manier. Ik weet niet waarom die glitch zo is, maar daarom moet ik dus deze video's uploaden via de desktop versie van YouTube via Safari. Dus het is allemaal een beetje omslachtig, maar in ieder geval, we zijn nu onderweg voor deze eerste race. We starten als 10e met Jeffy Buys voor ons. Dat is eigenlijk een vriend van mij op Facebook. En zoals je ziet, dat is een motorracer. Hij rijdt in de NSF 100 Cup, als ik daar voor hem aan de achterkant raakte. Maar volgens mij komen we ermee weg zonder echte beschadigingen als we nu remmen voor deze chicane. En dit is natuurlijk een andere layout dan ik gewend ben, want ik ken het circuit natuurlijk goed uit de Formule 1. De race in de Formule 1 was natuurlijk een paar weken geleden, waar Max Verstappen tweede wist te worden. Ik moest er even over nadenken daar. En ik heb ook deze track best wel veel gedaan in Project Cars de afgelopen tijd. In de Formule A auto in de Lotus 98T. Dit circuit zal ik wel goed moeten kennen. Oh ja, en ik had er ook mijn Invitational Event in Event 2017 een paar weken geleden. We gaan daar aan de binnenkant bij Joram Rusic. Dat is ook een vriend van mij in het echt, in zijn Heineken bierwagen. Wel grappig om te zien, het is ook gewoon AI, maar je speelt hier tegen mensen, je Facebook vrienden en zo. En we hebben nu iemand voor mij die blijkbaar in mijn raceteam zit, want hij heeft als race nummer 9373. En dat is het nummer van mijn raceteam. We gaan daar best wel agressief aan de binnenkant. We liggen nu derde. Deze race is maar één ronde, dus we moeten ook wel een beetje agressief zijn. Als we nu over het rechte stuk heen komen. En ik denk dat de finish gewoon is waar het ook is in de Formule 1. Dus dat betekent dat we nog... Nee, laat maar, de finish is hier. Dus we worden nu derde. We hebben een podium gepakt hier. Ik heb hier ooit gewonnen, want ik had er een gouden beker bij. Dus het kan beter. We hebben 2700 RS. We hebben ook heel veel schade aan van alles. Ik ga deze race niet nog een keer doen om te winnen, want ik heb toch al een keer gewonnen. Dus het maakt niet zo heel veel uit. We hebben wat extra geld erbij. En we hebben ook heel wat Facebook vrienden verslagen daar. En tijd van 1 minuut 36.725. We zitten in cursus van 25 en we zijn nu weer iets dichterbij 26. En dat is deze eerste race. Dus... als je meer wilt zien, laat me dat weten. Ik ga deze video hierop beëindigen. We hebben een klein beetje onderhoud. Gaat er vanaf, maar het maakt niet zoveel uit. Want we hebben nog steeds iets van 85% van ons onderhoud. Maar ik ga de video hier stoppen, want ik heb een beetje haast. En ik zal, als jullie dat willen, zal ik er zeker wel meer video's van maken van deze game. Dus dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel anders dan wat ik normaal gesproken doe. Maar ik zie jullie weer in de volgende.